Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrijwel geen bewolking in onze omgeving. Althans, geen bewolking die de satelliet ziet. Want in het noorden van ons land drijft in de vroege ochtend nog wel wat bewolking rond. Die wolken die zullen grotendeels gaan verdwijnen in de ochtend. Er de rest van het land zonneschijn: temperaturen al vlot oplopend naar een graad of 10. En zelfs iets hoger aan het eind van de ochtend. En in de middag wordt het nog warmer: 15 tot 17 graden. Op de meeste plaatsen is het ronduit zonnig. Er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Ook vanavond hebben we helder weer met een temperatuur die uiteindelijk zakt tot iets onder de 10 graden. In de nacht koelt het nog wel wat verder af en eh, misschien in het noordoosten nog kans op vorst aan de grond. Dan morgen een dag met 17 tot 20 graden op de thermometers. We starten met veel zon, in de loop van de dag meer bewolking en tegen de avond en in de avond kans op een regen of onweersbui vanuit het zuidwesten. Dat luidt voor woensdag een dag in met meer bewolking. Van tijd tot tijd valt er een bui en de temperatuur valt even wat terug. Maar donderdag loopt de temperatuur weer op naar 20 graden en met een beetje goede wil halen we dat ook vrijdag. Maar in de loop van vrijdag neemt de kans op neerslag weer toe. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.